Mispalop is een misverkiezing voor Portugees sprekende vrouwen uit Afrikaanse landen hier in Rotterdam. Landen zoals bijvoorbeeld Mozambique en Kaapverdi en Angola. En waar misverkiezing is, daar is zooi. Chargisten, artiesten, kapper. En waarom ben jij nou de Mispalop 2007? Nou, omdat ik denk dat ik alles in huis heb om Mispalop te worden. Waarom ik het zou worden? Ja? Nou, ik doe het niet per se om te winnen hoor. Nou, het gaat om het meedoen hè. Je moet wel een beetje uitstraling hebben. Je moet wel een beetje intelligent zijn, vind ik. En je best doen. Ja. En je best doen. Ja. Nou, ik heb mijn favoriete miss al gevonden. Ze heet Nathalie en ze studeert psychologie aan de Erasmus. Huh? Dus missen zijn niet altijd dom, zoals ze wel eens zeggen. Even kijken hoe ze het doet. Mijn mis jongens, dit is mijn mis. Kijk er eens lopen, bij de repetitie is toch gracieus. Dit wordt winnen, dit wordt echt winnen. Oh, kijk toch eens even. Mooi hè, en ze is nog slim ook. Ben ik klaar voor misverkiezing, misterverkiezing. Hè? We zijn allemaal ready to go. Ja? Is het zenuwachtig? Ja hoor. Nee, zeker niet hoor. Waarom niet? Ja, gewoon. Is toch eng? Lekker. Nee, ik vind niet eng. Ik voel gewoon lekker, dus graag. Sta je altijd trillen? Laat je handen zien. Oh, netjes. Netjes hè? Gaan jullie allemaal tegelijk op zometeen? Ja, we beginnen met de opening zelfs. Ik heb de beste! Oh, ze heeft fans! Yes! Dat is niet normaal! Ja, ja, ja! Wist je dat? Je hebt zoveel fans hebben. Ja, ja, ja! Spandoek, foto! Ik heb een hele grote familie! De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Favoriet? Ja, ik heb 3 favorieten. Ja? Ja? Zit Nathalie erbij? Nathalie? Ja, nummer 18. Nee. Nee? Maar als ik nou heel graag wil dat Nathalie wint, kunnen we dan niet wat regelen? Voor mij niet. Gaat het goed? Ja, gaat goed. Ben je aan het winnen? Oh, dat weet ik niet. Wat denk je? Weet ik niet. Ik weet niet wat ik op dit moment voel. Het is allemaal stress toch? Heb je nou toch wel stress? Ja, niet echt stress, maar laatste ronde, weet je. Laatste loopjes wegen het zwaar. Nathalie is 19 jaar. Ze studeert psychologie. It's only beginning to find relief. Nathalie zegt dat wij heel we zijn aangekomen bij de prijsuitreiking. En Nathalie Pina Amado. Dat is de mijne. Dat is de mijne. Derde. Nathalie. Alsjeblieft, ben je blij? Ja, zeker, zeker. Ja? Dat ik nog in de prijs ben gevallen. Ja, tuurlijk. Ja? Uit 20 meisjes. Ik kijk naar een gelukkig meisje. Ja, 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 zeker, zeker. Dit was Mispalop 2007. Voor de verliezers niks dan gehaald, maar het leven gaat door. Voor de winnares. Een heel grote carrière in het verschiet. En ik ga met de winnares van vandaag nog even praten over armoedebestrijding en wereldvrede. Tot volgende week.